Nee, zo'n traject naar meer dan. Tjo jongens en meisjes, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Ik gebruik mijn camera nog eens. Het is al 2 dagen geleden dat ik nog mijn camera heb gebruikt. Ik zit al 2 dagen met mijn gsm aan het filmen. Niet waarom. Ik denk dat zo ineens. Dat even leuk was. Voor even. Maar nu wil ik toch met mijn camera filmen. Ik heb niet voor niks de camera gevraagd. En het grappige is, ik heb hier weer een koffie gemaakt, want die andere is mislukt. Toen, die dag, 2 dagen geleden, ik heb weer dit, maar ik had het er niet in duwen voor dat dat. Maar het ding is, deze is kapot ook, maar het ding is, heb ik 2 dagen geleden gezegd in de vlog, eigenlijk als outro, die heb ik juist opgenomen, die outro. Dat de koffie koud is. Dus ik ken nu niet dat dat nog zo lekker werkt. Nou wel. Ah, fuck. Nice. Ik ga dit nu even laten liggen, want ik ben daar even aan het editen. En als ik daarmee klaar ben, dat is zo direct, want het is een korte vlog de laatste paar dagen. Dan ja, dan ga ik mijn iPhone pakken, ga ik hier zitten, ga ik misschien nog wat Disney Plus kijken, misschien YouTube. En dan ga ik hier even lekker eten. En, kan ik zeggen, dat heb ik een paar dagen geleden gezegd, ik weet het niet, gisteren of eergisteren of nog langer geleden, ik denk nog langer geleden. Heb ik gezegd dat ik aan jullie eens die Rocket League ging laten zien. Nou, dat hou ik voor een gameplay. Dus kijk even naar mijn tweede kanaal. GVRLS2. Want daar kun je deze woensdag niet, maar de week daarna een Rocket League video verwachten. Want deze woensdag is het een race video. Ja. Dus ja, ik ga het nog even editen. En daarna edit ik dit op. Dus tot zelfs. En het irritante is, heb ik ook al een paar dagen geleden gezegd. Ik denk 3 dagen geleden. Dat ik altijd mijn camera van mijn statief moet doen en in de tas moet steken, omdat anders die batterijen plat gaan. En sorry, ik stond altijd tegen jou. Nu stond ik nog erger. Voilà. Dat is het irritante daaraan. Dus ja, ik ga mijn camera nu terug afhalen, want ik moet hier terug in de taszak steken. Mijn vlog is hier ook ineens klaar. Dus ja, ik ga even verder editen, dan daar gaan zitten en dan film ik terug. Dus tot ziens. Ah, het is weer nice om te regenen, hoor dat geluid. Nice om te regenen weer, hoor. Ondertussen heb ik mijn dingen op, maar mijn koffie is ondertussen te koud geworden. Die moet nog niet kunnen opdrinken, maar ja, maakt niet uit. Het is ondertussen ook al 10 uur. Oh. De laatste paar dagen ben ik al om 11 uur aan slapen, de meeste ga ik 12 uur slapen, maar ja, ik weet ook niet waarom. Dus het is weer al bijna 11 uur, dus ik slaap speed alweer. Ik heb weer die opladen met de snellader. Ja, nee, ik heb hier een snellader. Deze, een snellader. Ja, die wil je niet meer doen, dus ja. Spijtig. Spijtig. En het is. ...14 graden. Ik was even aan het kijken, sorry dat ik zo lang 14 graden hier boven. Dit is cold, man. Wil kiezen. Ik dacht dat ik gezin moet starten. Maar ja, ik leer het alsjeblieft al. Voor pissen maar dingen voor in mijn bed te blijven liggen en dan kan het zijn dat ik met mijn gezin moet filmen. Oh, als ik mijn camera altijd in die tas doe, dan moet ik te strak houden. Dat is zo irritant. Nou ja, dat zal even heel de winter zijn. En dat moeten we even doen tot maart of zo. En ja, sorry daarvoor. Mijn batterij gaat anders te rap plat. Ik moet die andere ook. Want die anderen zijn nu weer plat. Ik had die eigenlijk opgeladen, maar die zijn waarschijnlijk plat.
Dus ik moet die eigenlijk oplagen en ergens warm insteken. Dat als deze plat zijn van gewoon of misschien ook omdat ik vergeten in ergens in te steken ben dat ze warm blijven, dan kan ik die andere gebruiken. Want nu heb ik al eens een paar dagen gehad dat ik zonder batterij zat. Dat ik niet omdat ik nu met mijn gezin gefilmd heb, want dan waren mijn batterij wel goed, maar ik bedoel gewoon een paar dagen geheel ook. Dus ja. Maar ja, ik ga even genieten van het mooie regenweer. En dan zie ik jullie chibi terug. Of morgen, ik weet het nog niet. Tot ziens. Ik wou inzoomen. Op het regenweer. Het regen. Nu is het weer zover, hè. Nu is er weer ingevallen. Godverdomme. Ik smaak chibi die koffie zo tegen de grond. Ah. Ik ga zo slecht tegen, hè. Ik kan mij weer gaan wegdoen. Dat is niet lekker erin. Ik ga dat er proberen nog vlug uit te scheppen. Ik heb hier geen lepel liggen. Godverdomme hier. Ja, dat is ook al vuil. Ah. Echt waar. Ja, ik kan ook zo boos van worden. Hè? Ik ga een nieuwe koffie gaan maken. Ik zie de subie terug. Ah, ik wil verder editen. Zal ik dat maar eerst doen. Nice. Nu snap je waarom dat mijn vlogs achterlopen, omdat ik altijd iets aan het doen ben wat niet deugt. En nu heb ik dit voor. Nou, ik lieg te scheet. Tot zebus. Hey jongens en meisjes, en dat is ook een heel het einde van de vlog. Oh, ik lig altijd mijn bed als ik een vlog eigenlijk. Of in mijn studio, ik zit nooit ergens aan mijn zaal te zitten op de plek waar ik mijn vlog heb. Ik ga tof gekeken hebben, vergeet niet te abonneren, vergeet niet een blauw duimpje omhoog doen. Sorry, ik was aan het doen. I don't know. Ik zie morgen terug en... zie ik zoals altijd, GT, up, loud.